Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Een Duik in de Kast van. Deze keer gluren we bij influencer, mommy en onderneemster Rosanna Gentenaar, oftewel Billy Rose. Wat ik altijd al van haar heb willen weten, is of ze in het echt en in haar kast net zo geordend is als op de gram. Let's find out. Rosanna, voordat we jouw kast open doen, hoe zou jij je stijl omschrijven? Goeie vraag. Wat ga ik vinden? Wat ga je hier vinden? Veel kleur. Ik hou absoluut van mooie printjes en ook dat met elkaar combineren, print on print. Ja. Maar ik zou zeggen dat mijn stijl vrij casual is, maar altijd met een knipoog en een beetje boho. Het is eigenlijk van alles wat. Oké. Nou, open hem maar. Oké, daar gaan we. Ja. Dit is een gedeelte van mijn kast. Ja. Heel veel truien, want daar leef ik echt in. Dus die heb ik in verschillende opties. Ik heb zeker een favoriet. Het is deze trui, die kocht ik 5 jaar geleden. En hij is nog steeds mooi. Ja, dit is echt een item die ik ieder jaar weer met heel veel plezier uit de kast trek en heel veel draag. En is je kast altijd zo netjes? Nou, ja, eigenlijk wel. Tenminste, ik vind het altijd wel fijn om echt het overzicht te hebben. En als je je kast open doet, dat je meteen ziet wat er hangt. Want wat zou je hieronder combineren? Ik denk deze Levi's jeans. Dat is toch wel echt een broek die zo lekker zit en die ik heel veel draag. En de accessoires die er dan bij komen kijken? Ik draag heel graag mutsen, hoedjes, petjes. Vind ik heel erg leuk. En natuurlijk een zonnebril. Welke zonnebril zou hier echt bij horen, denk je? Ik denk een beetje zo'n aviator-achtige bril. Heb je dat ook hier? Ja, zeker. Dat is deze. Ja. Want waar let jij op als je een zonnebril koopt? Dat het echt een statementbril is. Ja, dat is hier, hier wel gelukt. Ja, toch? Ja, ik ben er ook heel blij mee. En wat ik heel fijn vind van zonnebrillen is dat je het je outfit gelijk een upgrade geeft. Ga jij wel eens de deur uit zonder? Nou, eigenlijk niet. Nee, het zit altijd in mijn tas. En wat zit er dan aan deze kant? Aan die kant zitten meer de jurken, kimono's. Wat trouwens, volgens mij is dit van jouw eigen merk. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, in november heb ik mijn eigen merk gelanceerd. Slow Fashion label, genaamd Blomma The Collective. Ik vind dit wel echt een van de eyecatchers. Dit is absoluut een eyecatcher. Die hebben we in 2 kleuren. Het is ook een eyecatcher wel dit. Toch? Ja, toch? Ja, wat is voor jou de ultieme, het ultieme eyecatcher outfitje? Gala, date night, zoiets. Wat zou je dan? Ja, nee, ik vind deze wel echt heel erg leuk. Die kocht ik met kerst. Maar zie ik nou nog het kaartje eraan hangen? Ja! Dus heb je hem nog nooit aangehad? Jawel, ik heb hem één keer gedragen. Maar dan, ik ben zo'n goud die dan weer vergeet het kaartje. En dan voel ik iets kriebelen en denk, oh ja, dat kaartje. Wat is het duurste item in je kast? Qua kleding koop ik niet heel veel dure items. Maar accessoires vind ik dan wel leuk om wat geld extra aan uit te geven. En dat is denk ik mijn Chloe-tas. Dat is wel mijn duurste item. Die staat hier. Dat is deze? Dat is deze. Zoals je ziet, hij wordt flink gebruikt. Maar ik heb hier zoveel plezier van. Is dit een maandsalaris? Ja. Hoe voelde dat voor jou toen je voor het eerst zo'n... Oh, dat was wel een groot moment. Ja, vond ik wel. Daar heb ik heel goed over nagedacht. Maar deze stond heel lang heel hoog op mijn wishlist. Ja. Maar weet je wat me wel opvalt? Dat... wat ik een beetje in jouw kast zie hangen, zie ik ook wel terug in je interieur. Oh ja? Is dat toevallig, de kleuren? Toevallig, ja. Ik denk het. Ik denk ook wel dat ik daar heel erg van op uitga, zeg maar. Van wat goed voelt, wat qua kleur waar ik me fijn voel. En zeg nou eerlijk, wat is nou leuker? Shoppen voor jezelf of voor de kids? Vind ik lastig. Ik vind allebei echt even leuk. Ik kan ook heel erg genieten van alle outfitjes voor de jongens. Ja. Maar nou, misschien toch stiekem wel meer voor mezelf. En wat zien we van jouw karakter terug in je kledingstijl? Nou, ik denk toch wel redelijk chaotisch figuur. Vind je dit ook chaotisch dan? Het is denk ik niet per se dat ik één stijl heb. Dus bijvoorbeeld, ik ben niet alleen maar heel plain of heel klassiek. Maar ik vind het wel heel leuk om dan weer een boho printje of zo'n velvet kimono toe te voegen.
Hoe sta jij tegenover vintage kleding? Is er veel vintage hier in je kast te vinden? Ja, steeds meer. Ik word altijd wel overweldigd door een vintage store. Door alles wat er hangt. En waar begin je dan? Je vindt alles leuk of zo? Nee, waar begin je? Oh. Dat vind ik dan wel lastig. Maar als ik het eenmaal heb gevonden, dan ben ik wel helemaal trots. En ik vind het ook een hele goede manier om te shoppen. Deze blazer. Oh, mooi. En ook lekker oversized. Ja, die vond ik op de Noordermarkt. Het is een Hugo Boss blazer. Oh! En verder, laatst was ik in Kopenhagen. Oh, geweldige stad. En daar vond ik deze lange jas. Er ontbreekt een knoop. Dus daar ga ik even een toffe knopen voor zoeken. Maar dit is ook echt wel eentje waar ik heel blij mee ben. Ja. Ik liep ook tegenaan en het was meteen supermooi. Staat er nog iets op je wishlist? Ja, zeker. En nu vooral het nieuwe seizoen weer aanbreekt, krijg je wel weer inspiratie. En ik vind het ook een heel leuk seizoen om mezelf dan te kleden. En er hoort natuurlijk ook een toffe zonnebril bij. Misschien eentje in een mooie kleur, denk ik wel. Ik ben nu wel echt meer van de kleuren. Ik was vroeger best wel zwart, wit, beige, vrij neutraal. En nu vind ik het wel leuk om echt een statement te dragen. En als je dan een kleur moet kiezen voor een bril, dan ga ik toch voor groen. Wanneer voel jij je zelfverzekerd? Ik voel me het meest zelfverzekerd gewoon in echt een fijne outfit waar ik me echt helemaal lekker in voel. Misschien de outfit die ik net aan jou liet zien, zo'n trui. Ja, met een toffe bril en mijn haar goed. En wat betreft accessoires, welke accessoires kan je dan echt een goed gevoel geven? Wat maakt de outfit echt af? Ja, ik ben wel echt gek op petjes en hoeden. Vind ik echt heel erg leuk om te dragen. En nu met het mooie weer natuurlijk, ja, een mooie zonnebril. Ook vind jij fijn. dat en kan? Petje en... Dat vind ik wel. Ja, ja, zeker. Ik doe het allebei. Oh ja, ja. Ik heb het gevoel dat ik moet kiezen. Oh ja, ik snap het wel inderdaad. Ja. Maar misschien kun je mij dat dan een beetje leren. Van, welke bril zou hier dan bij... Maar dan zou ik de hoed een beetje achter mijn hoofd doen. Oh ja, die is wel heel kan leuk. Kan dat erbij dingetje? Oh, ik doe hem zomaar op. Maar is dat leuk? Ja, heel leuk. Ik vind het zo gezellig. Dit is ook een van mijn favorieten. Deze zou ik hier denk ik niet bij doen. Dus hier zou ik dan misschien eerder... zo'n meer aviator-achtige bril bij doen. Ook dat 70s komt dan ook wel lekker terug. Nee, heel leuk zo. Ja. Ik moet dat ook maar gewoon een keer gaan proberen. Ja, zeker. Dat vind ik ook echt met mode vind ik dat gewoon zo leuk. Heel vaak dan hoor ik ook wel vriendinnen zeggen van... ja, maar dat durf ik niet te dragen of dat staat me niet. Maar ik denk altijd maar proberen nou gewoon. Ja. Want heel vaak verras je jezelf toch als je het probeert. Dan denk je, hey, voelt toch eigenlijk wel precies. Lekker. Ja. En wat betreft je carrière, zijn er nog big goals? Oh ja, zeker. Ik ben dus afgelopen november mijn eigen modelabel Blomma gestart samen met een vriendin. Yes. En dat is wel voor mij een ontzettend grote meisjesdroom die uitgekomen is. Maar we staan echt nog aan het begin, dus daar heb ik echt nog heel veel grote dromen voor. Tot slot. Welk item mag niet ontbreken in de kast van een vrouw? Het item dat niet mag ontbreken in de kast van een vrouw vind ik een mooie klassieke blazer. Het liefst een beetje oversized. Dat is wel een item waar ik in ieder geval niet zonder kan. En waar ik eigenlijk iedere vrouw heel mooi en vooral ook heel sexy in vind. Bijvoorbeeld een mooie donkerblauwe blazer. Ja, ik hou zo van donkerblauw. Ja, nee. Dit is echt... Ja, dit is een van mijn lievelings. Dit is een hele mooie. Ja, ben ik ook heel blij mee. Ook perfecte lengte. Ja. Ja, net iets oversized. En ja, dit soort items, je kan me echt uittekenen. Vooral in deze tijd van het jaar met een wit t-shirt. En gewoon een mooie Levi's jeans, All-Stars eronder. En ja, ik vind het gewoon helemaal ready to go. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een zwarte blazer. Ja. Dat is ook zo fijn aan een blazer. Dat het is nice, mooi en het maakt het outfit af. Maar het kan ook in een hele periode als jas functioneren. Ja, precies. Ja, dus dat vind ik ook heel fijn. Ik hou sowieso heel erg van items die je het hele jaar door kan dragen. Ja. Nou, dankjewel Roos dat we vandaag even mochten gluren bij jou in de kast. Ik vond het heel leuk om hier te zijn en dat je echt een toffe stijl hebt. Nou, dankjewel. Ik vond het superleuk dat je er was. Leuke vragen. Thanks. Ja. Superleuk om bij Rosanna binnen te mogen kijken. Het eerste wat ik voelde was warmte en haar kast is net zo geordend als haar Instagram. En wat me ook erg opviel, dat ik dacht dat het alleen maar Bohemian zou zijn, maar ze heeft zoveel meer. Volgende keer weer kijken, want dan gluren we in de kast van Lisette Greven. Tot dan!